allemaal. Even een kleine update van deze kant. Ja, ik ben best wel hard gevallen, zei de dokter. Ondanks dat de... Zei hij, nou, het komt wel goed. Binnen een maand of 4, 6 ben je weer helemaal de oude. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En ja, weet je, ik laat me niet kisten. Vanavond ga ik gewoon knallen in de Koninklijke Schouwburg in Heerenveen. Ja, ik doe dat gewoon... De hotelkamer is hartstikke leuk. Ik zal jullie even een tour geven. Hier is het bed. Hier ben ik vanaf gekankerd. Nou, dat was in principe best heftig. Maar de dokter zei het komt wel weer goed binnen. Nu en 4 maanden. Dit is mijn badje. Die laat ik even lekker vol lopen. Want ja, ik moet toch een beetje ontspannen voor de grote show gaan beginnen. Nou, hier de douche. Beetje overbodig allemaal. Maar hij gaat niet open. En dit is ook heel leuk. Hier moet je kijken. Dit is heel leuk. Want. Moet je even kijken hoor. Zie je daar die dingen in de hoek staan? Even kijken. Ja. Maar met hiermee kan je dus die dingen eraf schieten. En dan moet je richten. Hop! Hop! Gisteren kreeg ik hem eraf in ieder geval. Hallo. Maar het allerleukste aan deze hotelkamer vind ik toch wel het uitzicht op de lokale koelkastdealer. Zie je dat? Hoe leuk. En ja, zoals je ziet loopt het storm. Dus... Doe eens even normaal, joh! Je komt echt gewoon aan de beurt, hoor! Fuck man, weet je, die mensen ook altijd. Maar ja. Als je nog een koelkast nodig hebt, dan ja. Dan zou ik hier lekker in de hotelkamer gaan zitten. En dan kan je gewoon alvast eentje uitkiezen terwijl je geniet van het zitten in een hotelkamer. Ja, in principe, de dokter zei dat het wel weer goed kwam. Maar zelf denk ik dat ik er zo weer bovenop ben. Bedankt voor alle bloemen en steunbetuigingen. Ik heb ze wel in het ziekenhuis laten liggen. Maar daar zullen ze er ook vast wel blij mee zijn. Want die kunnen ze wel gebruiken binnenkort. Als ik zo afga op al die sprookjes. Hey jongens, hele fijne avonds. En ik zie jullie straks. Hallo.